Hallo kijkers van IMT, ik ben Mark en ik ben nu vandaag weer met Ice Cap Road to Dragon Slayer. De volgende aflevering ben ik hier gebleven en we gaan vandaag weer gelijk verder met het minen van de Iron Ores. Zoals jullie kunnen zien hebben we nu ook bonus XP weekend, dus dat is echt helemaal top. Want ja, het is nu nog het laatste week van het jaar, dus dan kunnen we nog eventjes een mooi beetje XP farmen denk ik wel. En dan ga ik gelijk ook nog even doen met deze King Scorpion, want die is ook altijd schijt irritant. Dus even zien, even verder hakken. En nou ja, ik ga vandaag waarschijnlijk even proberen om misschien 3 leveltjes mining omhoog te krijgen. Ik weet niet precies of me dat gaat lukken, maar we gaan wel eens even zien. Ik moet zelf ook nog even kijken of ik toevallig wat de rewards van de adventkalender kan openen. Oh, die pack. Oké, die heb ik nog niet op mijn main account gehad, dus. Laten we deze gelijk ook maar eventjes claimen. Zien. Protein power up. Oké, ik ga dit eerst even naar de bank toe brengen, want mijn inventory is een beetje vol. Wat moet ik hiermee dan? Protein power-up. Protein power-up is wat? At 5 minutes of boost each. Oké. Ze krijgen gewoon een soort van boost met XP of zo. Dat is wel handig eigenlijk, om eerlijk te zijn. Even zien. Even banken. Zet er even in. Nou, die notepapers gooi ik er ook wel in. Ik weet niet eigenlijk totaal niet wat je ervoor nodig hebt. Hey. Als we deze gewoon nu gaan gebruiken, dat zou wel misschien een handig idee zijn. 3 medium dark lamps. Even Swedic Stars. Vind ik allemaal prima. Medium smoldering lamps. Nou, die heb ik ook al. Oké. Deze gooi ik denk ik gewoon eventjes op een prayer. Want die wil ik natuurlijk wel even naar level 37 hebben. Oké, die hebben we al gelijk level 32. En... oh ja, we hebben... jemig, wat hebben we veel keys. Nou, deze die kan ik niet, want dat is een members object. Is ook members object. Dat is wel jammer, maar met die opens kun je gelukkig ook nog wel... hoe heet dat? Nou, die kan ik in ieder geval wel, maar... wat is dit? Even zien, eigenlijk moet ik even op de members quest gewoon even wat ijs neerzetten. Summoning, construction. Deze. Oké. Nou, dan gebruiken die Otmans in ieder geval gewoon eventjes om daarvoor wat te gebruiken. Het is wel even lekker gewoon om dit even te doen. Zo kan ik wel eventjes mooi mijn prayer een beetje omhoog trainen, want dan hoef ik dat natuurlijk ook niet te doen. Ik ga dan natuurlijk wel even heel wat schelen. Ik krijg echt veel van die. Dat zal wel weer een medium lamp zijn of zo. Ja. Maar met die opens kun je gelukkig ook even van die prismatic lamps halen. Steel bar. Nice. En ik denk dat ik die sterren voor de mining ga gebruiken. En willow logs. Kan handig zijn. Even zien. Mining.
gebruik ik ze gewoon allemaal wel erop. Want met de bonus XP, die ik nou dan verzamel, dat wordt dan ook gebruikt gelijk. En dan heb ik deze dingen nog. Heb ik dat nodig op een moment? Ik doos maar gewoon even hierin. Wacht, ook proteïne packs. Dat is ook eentje. Ja, proteïne planken, dat hoeft natuurlijk niet. Oké, materials. Wat is handig? Eigenlijk... Nee. Niks, eigenlijk. Oké, even zien hoeveel oddments hebben we eigenlijk. Daar kunnen we best wel wat van die prismatic lamps voor halen. Oh, nog eentje. Holy fuck. Dat is toch al best wel wat lampjes. This lamp will give XP in a skill of your choice and then a small boost of XP in all other skills. Dat is eigenlijk op zich best wel goed. Including combat, ja. Yeah. Okay, player. Ja, gewoon 5. Hey! Duim! Alles gaat omhoog! Holy Jesus! Maar kijk! Dat zijn veel skills. Het zijn voornamelijk weapon skills, maar oké. Okay. Dat maakt het wel heel komisch. Echt gewoon alles vliegt omhoog. Nou ja, ik heb mijn skills die ga ik toch niet gebruiken, alleen op mijn main account. Maar dat is op zich wel duidelijk waarom. En dan nog eens leren, even klikken. Oké, dan kunnen we nu gelijk nog eventjes verder gaan met deze. Ja, dan zal ik deze ook doen. Gooi hem gewoon lekker. Nee. Ah, die kunt er maar eentje kiezen. Ik dacht dat het die met die dubbel was. Dat is 34. Oh, XP krijg ik lekker al. Oh, en dan hoor ik wat. Got it! We hebben nu al level 37. Clear target. Nou, dat hebben we tenminste nu ook al. Dus dan kunnen we nu even de... Dan zou ik de rest dan nog even opgooien. Zou ik die gewoon even op mijn combat skills gooien? Ah, niet. Deze op attack. Deze op strength. En deze op defense. Dan gaan we deze gelijk... laten we ze gewoon allemaal gebruiken. Dus we hebben nu 30 minuten of protein power-up time. Nou, dit is eigenlijk al behoorlijk goed. Ik ben nu misschien iets van... volgens mij ben ik alleen al 10 minuten bezig met dit soort meuk. Maar hey! Ik ben in ieder geval behoorlijk ver gekomen. Je kent Reach dat. Ja, omdat de fucking deur weer dicht is gegaan. Ja, nee, geen wonder. Dus ga ik ongeveer nog 10 minuten, denk ik, even aan mining besteden voor vandaag. Oh ja, de Christmas cracker papers. Hoe zit dat nou eigenlijk? Oh, ik heb 10.000 bonus XP. Misschien moet ik hier even ook even AFK gaan minen, want dan gaat dit behoorlijk hard. Het enige probleem is dat er dan niet zo snel mined, maar hey, dat gaat hopelijk wel wat sneller op een hogere level ik heb. Oh, domme.
hebben we dat wezen ook nog weer. Zo. Ook geen losje van. En we hebben nu level 23 mining. Dan kunnen we waarschijnlijk vandaag nog wel even een level 25 halen. Als we nu al level 23 hebben. Ik denk dat is wel makkelijk. Ja, dit moet wel goed komen, denk ik. Zien, dan weer hier even minen. Wanneer de ores er zijn. Anders heeft het natuurlijk ook nog geen nut om te gaan minen, maar oké. Als je kingskopje nou gewoon even uit mijn buurt blijft, dan is dat ook wel. Dat is natuurlijk wel fijn. Maar ik had deze nu nergens heen. Dat is wel chill eigenlijk. Zit ik hier eigenlijk nu behoorlijk goed. Nou? What in items can be used with increased speed? Ja, ik heb nog wel cooking nodig, maar dat denk ik niet dat het vandaag gaat worden. Nou, we hebben nu in ieder geval 24 levels. Vandaag gaan we gewoon de 25 halen. Zo simpel is het. Hoeveel heb ik nodig? 605. Ik haal ongeveer 78 per iron ore ongeveer. Dat mag wezen. Dus daarna kunnen we misschien nog. Ja, ik denk in de volgende inventory sowieso wel. Want ik kan natuurlijk ook nog niet hierheen, dus dan heb ik maar één keus. Die mag even helemaal plat. Zo. Nou, af volgens mij met deze inventory space. Ja, makkelijk. Er is van, oh, dat haal ik niet. Toch wel. Hoppa! Oké, nog eentje voor inventory space. Hak, hak, hoppakee. Nou, ik loop weer naar de bank even toe. Waarom zit daar een thieving icon eigenlijk? Ja, lijkt me voor thieving dit. Maar, why? Waarom? No one knows. Nou, behalve, ik ga nu deze aflevering weer afsluiten. Ik hoop het leuk vonden. Geef een like, abonneer en verf op mijn kanaal. En dan zie ik hem ook weer. Later.